Voor corona hadden we een kleine 150 mensen in dienst. Wij moeten meer toe bewegen naar grab and go. Toen dacht ik, ja, dat zou wel eens een bedrijf kunnen zijn die ons enorm zou kunnen helpen. De vijver waar wij voorheen aan het vissen waren, ja, die zal denk ik groter worden. Ja, daar kan ik oprecht nog emotioneel over worden als ik daar aan terugdenk, dat ik denk van, hoe ga ik het voor hun oplossen? Het gevoel dat we hebben, hoe dicht we bij elkaar staan, hoe hard we aan het knokken zijn, ja, dat is fantastisch. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op 7D-TV. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Ja, de kern denk ik van wat ik met 7D-TV graag wil, zijn ondernemersgesprekken. En ik denk dat ik er hier weer eentje heb, zo'n ondernemer. Dus laten we snel van start gaan. Zijn naam is Peter van E. Peter, van harte welkom. Dankjewel. Ja, en ik heb de bedrijf namelijk even niet genoemd, want ik vond online een aantal varianten met als centraal punt Leo. Precies. Maar leg eens uit. Ik denk ook dat het dat moet zijn. Ik denk dat als mensen gaan zoeken, dat vooral de naam Leo heel snel blijft hangen. Ja. Dus wij luisteren vooral naar de naam Leo Catering. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen, vanaf de oprichting heten we Leo op het werk. En toen dachten we op een gegeven moment, ja, op het werk, we waren ook in andere bedrijfstakken bezig. Moet dat niet wat opgerekt worden? En moeten we ook niet naar Engelstalig? Want een hoop van onze relaties in Amsterdam, die zijn alleen maar Engelstalig. Ja. Dus kwamen we met Healthy Business Catering. Ja. Maar dat was ook weer zo'n mondvol. Ja. En uiteindelijk hebben we gezegd, eigenlijk willen we onze endorsing, Love Good Food, willen we een beetje toevoegen aan onze naam. Dus Leo Love Good Food. .nl is waar dat je is, ons in ieder geval nu op vindt. En waar staat Leo voor dan? Bij onze oprichting hadden we drie woorden. Dat was lekker, eerlijk, ongecompliceerd. Nou ja, lekker. Jouw lekker is anders dan van de buurman. Ja. Dus wij wilden vooral maatwerk leveren op lekker. Eerlijk de manier van zaken doen. De transparantie in zaken doen. Ja. Maar ook op het gebied van MVO. We wilden eigenlijk al van alle verpakkingen af, 15 jaar geleden. Hebben we ook gedaan. En ongecompliceerd. Ik wilde uiteindelijk, als het gaat om die business case, voor een vast bedrag direct gewoon lekker kunnen lunchen. Dus een goede salades, verse soep, mooie broodsoorten, mooie vleeswarens en kaassoorten. Die Hollandse mooie lunch, maar dan voor een vast bedrag. Dat was toen de tijd bij onze oprichting €2,75. Wanneer was dat? 15 jaar geleden, dus in 2006 zijn we begonnen. Is dat ook een reden om dit te starten, om het anders te doen? Ja, ja, mijn eerste 6 jaar in deze business waren bij Sodexo. Ja, het voormalige van Hekken Catering. Ja. Toen heb ik de overstap gemaakt naar Compass Groep, waar Eurest Catering onder andere actief in was als merk. Daar heb ik 16 jaar gewerkt, waarvan de laatste 6 jaar op marketing. En dan echt de consumentenmarketing kant. Ja, ik moet zeggen, ik heb waanzinnig veel geleerd bij die bedrijven. Heel veel mogen zien, de wereld over mogen reizen. En daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor, dat het mijn rugzak enorm verrijkt heeft. Maar uiteindelijk in het staartje van mijn laatste 1,5 jaar... kreeg ik gewoon last van de politiek die het bedrijf ook in zich had. Mm. En daar wilde ik gewoon vanaf. Mm. Dus ik wilde gewoon weer met mijn poot in de klei staan. Ja, ja. En zo is het ook gegaan. Want als je voor jezelf begint, dan lever je letterlijk alles in. Ja. En dan ga je gewoon uiteindelijk weer bij de basis beginnen. Dus ook het opstarten van zo'n locatie, de afwas. Als er iemand ziek was, ja, dan ging ik samen met Monique, mijn partner waar ik mee begonnen ben, gingen we gewoon dat zelf regelen. En ik moet zeggen, het heeft me alleen maar plezier gegeven. Ja, we hebben alle twee gewoon een passie voor mensen, voor lekker eten. En we hadden zoiets van, joh, als we dan toch van die politiek af willen, laten we dan proberen om dit samen van de grond te trekken. Mm. En we hadden al in ons businessmodel gekeken, als we ongeveer 15, 20 locaties hebben, ja, dan kunnen we samen prima leven. Ja. En dat is ook wat we voor ogen hadden. Laten we dat zo samen regelen. We hoeven niet in hele dikke auto's te rijden. We hoeven niet een heel groot bedrijf te hebben. We wilden vooral niet heel veel mensen. Mm. Maar dat is iets anders gelopen. Ik wil zeggen, dat is niet helemaal gelukt, toch? Is niet helemaal gelukt. Want met hoeveel mensen zat je op je hoogtepunt? Voor corona hadden we een kleine 150 mensen in dienst. Ja. Op zo'n kleine 55, 56 locaties. Ja. En toen kwam corona? Ja. En dan denk je de eerste weken, dat gaat wel weer over. Ja. Het is heel angstig, want je voelt je verantwoordelijk uiteraard voor al die mensen.
Je voelt je ook verantwoordelijk voor de opdrachtgevers die uiteindelijk een dienst altijd van je hebben afgenomen. Mm-hmm. En nu zeggen, doe maar even niet. Na een paar weken daalt ook wel die realiteitszin in van, joh, ik heb het idee dat dit wat langer gaat duren. En dan denk je in eerste instantie een maandje of twee, drie gaat dit wel duren. Ja. Rond de zomer zal het wel over zijn. Ja. En dat, ja, het ging niet over. En dan ga je ook wel nadenken en een plan trekken van hoe ga ik met mijn mensen communiceren? Hoe zorg ik ervoor dat ik ze continu meeneem in die stress die zij uiteindelijk ook voelen? Van, ja, heb ik dadelijk nog wel een baan? Nou, we hebben echt hemel en aarde bewogen. En waar ik echt heel blij om ben, is dat in heel veel gevallen relaties van ons gekozen hebben om met ons in ieder geval tot een oplossing te komen en relatie te blijven. Waardoor uiteindelijk ook het teamlid aan boord kon blijven. Ja, daar kan ik alleen maar van zeggen dat ik op dat vlak in ieder geval super gelukkig ben dat is gebeurd. Want je handel ging in eerste instantie, knalde die behoorlijk naar beneden, of niet? Ja, wij hebben ongeveer een procent of 80 omzetverlies gehad. Oef. En we kwamen van 10 miljoen omzet. Dus dan denk je wel even na van, ja, welke kant gaat dit op? Ja. Neem ons eens mee, hè? Want we spreken elkaar nu in de loop van de 21. Maar we hebben die zomerperiode waarop we weer zagen van, nou, hè, er gaat het een en ander open, bla bla. En toen kwam die tweede, zeg maar, eindejaarscrisis, noem ik het maar even. Hakte die er dan weer keihard in bij jou? Nee, wij waren eigenlijk al net voor de zomer begonnen met een plan. Ik noem het maar even het herontdekken van ons bedrijf. Waar moeten we naartoe? Ja. En we hadden daar al een aantal uitgangspunten in geformuleerd. Dat we zeiden, we moeten veel meer gaan steunen op tech. Meer technologie, zeg je? Meer technologie. Hoe dan? Het bedrijf. Nou, allereerst, we verstrekken eten en drinken. Hoe doe je dat dan als je uiteindelijk het in een aantal gevallen niet meer met mensen zou kunnen doen? Neem deze situatie. Onze mensen zijn in een aantal gevallen niet meer gewenst op een locatie waar wij cateren. Vanuit veiligheidsoverwegingen. En toch zou het bedrijf wel iets willen. Omdat er toch wat mensen werken die wat willen. Nou, dat zal dadelijk wel weer gaan toenemen. En toen hebben we gedacht, in eerste instantie, met welke partners werken we samen? Nou, wij zaten bij Sligro. En we hebben ook met die partij gesproken van, ja, wij moeten meer toe bewegen naar grab and go. Goede, hoogwaardige producten die we al dan niet zelf gaan produceren, maar die uiteindelijk een logistiek proces nodig hebben. Ja. Zijn jullie daar de partij voor? Nou, dat was toch wat lastig. En toen ben ik, want we hadden al langer een samenwerking met Telesuper. Dat is een onderdeel waar Co-op Supermarkten ook inmiddels in participeert. 50% belang heeft in dat bedrijf. Toen dacht ik, ja, dat zou wel eens een bedrijf kunnen zijn die ons enorm zou kunnen helpen. En dan push zou kunnen geven om daar maar meer vorm aan te geven. En dan kom je al, zoals die al rondzinkt in de markt, de samenwerking tussen Selecta en A2Go. Mm-hmm. Nou, zo gaan wij een samenwerking dadelijk aan met Telesuper /Co-op. Om uiteindelijk grab-and-go concepten de markt in te jagen. En met mooie producten uiteindelijk op een drietal niveaus daar invulling aan te kunnen geven. En wat is het nieuwe aan grab and go? Leg eens praktisch uit. Wat betekent dat dan voor de klant? Waar denk ik in deze fase van corona behoefte aan is, is voor bedrijven dat er een oplossing komt die in ieder geval het eerste stapje weer is, ook voor zijn organisatie, om weer beweging te krijgen in hun bedrijf. Ja. En ook weer iets te doen op het gebied van catering. Wij hebben dat in eerste instantie, zeg maar, onderverdeeld in drie modules. Ja. We hebben Leo Go, we hebben Leo Pro en we hebben Leo Premium. Ja. Leo Go is onbemand met een gecentraliseerde productie. Ja. Pro is een bemande situatie met een gecentraliseerde productie. En Premium is onze vorm van catering die we eigenlijk voor corona hadden. Ja, 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 met, ja, ja, met mensen, ja, ja, en met productie op locatie. Nou, dan voel je al aan, als je met die modules gaat werken, dat je dus redelijk makkelijk als opdrachtgever kan op- en afschalen. De ontwikkeling die je nu natuurlijk veel hoort is, we gaan nooit meer met z'n allen op het kantoor zitten. En als corona voorbij is, dan zullen we dat flexibeler gaan invullen. Wat je nu veel hoort. Hè. Ja. Dat betekent dat we de helft van de week misschien dit en dat. Is dat slecht nieuws? Laat ik het zo zeggen. Wat betekent dat voor jouw businessmodel? Aan de ene kant, de grote corporates zoals banken en de KPN's van deze wereld en de Philipsen, die zullen blijvend hun aantal medewerkers gaan verlagen. En dat zal waarschijnlijk richting blijvend 50% of minder worden. Ja.
Maar bedrijven waar een ondernemer zit en waar bijvoorbeeld 100, 150 man op het kantoor zijn, daar ben ik bijna van overtuigd dat die absoluut voor een deel gaan thuiswerken. Maar die willen hun mensen bij voorkeur weer graag om hun heen hebben. En ik denk dat dat uiteindelijk, het zal wat tijd kosten, maar dat zal denk ik wel gaan gebeuren. Dus de grotere, die zullen allemaal kleiner gaan worden en die komen wat meer in onze doelgroep. En de kleinere organisaties zullen zeker in het begin uiteindelijk ook gaan thuiswerken. En daar zullen we wat meer last van hebben als het gaat om de omzet van die locatie. Die zal terugvallen. Maar ik denk dat dat zich weer gaat herstellen. En dan denk ik dat we uiteindelijk veel meer potentieel hebben in de vijver waar wij voorheen aan het vissen waren. Ja, die zal denk ik groter worden. Waar staat je bedrijf nu, zeg maar? Als het gaat om, heb je nog steeds alle mensen in dienst? Hoe sta je daar nu voor? Ja, we hebben van bijna 50% van ons personeelsbestand uiteindelijk toch afscheid moeten nemen. Maar in 50% van de gevallen hebben we ook weer overeenkomsten kunnen maken om te zeggen, we moeten nu afscheid nemen. Maar als samen met het UWV een traject ingegaan dat we zeggen van oké, we garanderen dat je weer bij ons terug kan komen in een periode van X. En dat zijn de constructies die in ieder geval ons en vaak ook een opdrachtgever de lucht geeft om te kunnen overleven. Maar ja, al die loonkosten overeind houden is gewoon niet te doen. En hoe zie jij de toekomst? Maak jij een planning? Ik waag me er persoonlijk niet meer aan wanneer we weer een beetje normaal kunnen gaan doen met z'n allen. Want dat wordt maar uitgerekt. Maar ik kan me voorstellen, jij zeker, dat je wel een soort planning moet maken. Hoe ziet die eruit? Ja, wij zijn volledig gefocust op nazomer. Nazomer? Ja. Okay. Dus ik zou zeggen, augustus zal voor ons een hele, hoop ik ook, maar voor de hele branche hopelijk weer wat drukkere periode gaan worden. Ja. Maar het betekent wel dat we voor de zomer een heel goed beeld krijgen of ook wat ik denk, of dat waar gaat worden. Omdat bedrijven gaan niet van de een op de andere dag of de ene week op de andere week dit soort dingen beslissen. Nee. Ze gaan zich nu langzamerhand, ik denk vanaf april, serieus oriënteren. Wat gaan wij doen? Hoe gaan wij ons nieuwe kantoor inrichten? Welke services willen we aan boord halen? Ja. Wat willen we anders? Dus dat zullen voor ons drukke maanden worden. Maar dan doe je nog geen business. Maar ben je bezig met die voorbereidingen. En ik verwacht weer opstarten richting augustus, september. Ja. Wat zijn je belangrijke ondernemerslessen die je geleerd hebt afgelopen jaar? Ik was altijd iemand die een control freak was. En dat heeft in deze fase nul zin. Dus ik heb voor mezelf persoonlijk geleerd, beweeg gewoon mee. Doe dat zo ontspannen mogelijk. En ben oprecht ook op een gegeven moment overtuigd dat je met een goede oplossing bezig bent. En draag dat uit. En dat is wat ik inmiddels al 7 maanden doe. Ook richting mijn team. En daar voel ik me ongelooflijk comfortabel bij. Dat ik gewoon de heilige overtuiging heb dat we hard gewerkt hebben. Dat we in een bizar slecht scenario zitten. Ja. Maar dat het weer een mooie film gaat worden. En je zonen, zijn die nog onderdeel van de film? Ja, ja, daar zeg je ze wat. Ik moet zeggen, dat was zo'n momentje. Want die zijn de ene een half jaar voor corona en de andere een jaar voor corona aan boord gekomen. En dat zijn wel de gevoelens die je dan als vader ook hebt. Van man, wat heb ik ze aangedaan? Ja. Hoe krijg ik dit voor hun opgelost? En ja, daar kan ik oprecht nog emotioneel over worden. Als ik daar aan terugdenk, dat ik denk van, hoe ga ik het voor hun oplossen? Ik moet zeggen, dat heb ik weer losgelaten. En we hebben daar allemaal weer een weg in gevonden. En ik kan zeggen, dat heeft het ons ook gebracht. Het gevoel dat we hebben, hoe dicht we bij elkaar staan, hoe hard we aan het knokken zijn. Ja, dat is fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Om trots op te zijn. Ja, zeker. Ja. Mooi man. Mooi verhaal. Ik wens je heel veel succes de komende tijd. En ga je in de gaten houden. Dankjewel. Dankjewel, Ronnie. Ik vond het fijn om mijn verhaal te mogen vertellen. En dankjewel voor het kijken naar weer een pure ondernemersverhaal hier op CVD-TV. En wil je dit soort verhalen meer zien of horen? Abonneer je dan op het podcastkanaal waar je nu naar luistert. Of op YouTube waar je nu naar zit te kijken. En wil je nog meer ondernemersverhalen? Blijf dan even hangen over een paar seconden. 2 nieuwe voor nu. Dankjewel. Hoi.